zijn ze. Goeie race, dames en heren. Dat is verzekerd met deze namen van Tilo de. Allebei. Op de tweede plaats van Tila aan de leiding. Antonis op 3, Jacobs op 4 en Amelijns op 5. We zitten met 3 en eens even kijken. Even Tila dus en Antonis. En wat voor verschil kan Tom Mensen om op sportieve wijze de positie 1 in te nemen? En het is mislukt. Ja, dat was een Maar die komt erop zetten in de positie derde. Positie voor Stefan Waalsen en de vierde plaats voor Vroeg. Pittige strijd. En heel sportieve. Hier het uitkomen de tas om naar Christophe Becks. Openingsronde van Becks is 41. Yes. We zijn weg. Mini met een heel goede start op Verlingen buitenom. Maar het is Mini denk ik voor Verlingen. Verlingen die duikt daar in dat gaatje wat hij er moet naar zien. Mini op 1, Verlingen op 2. Dan voor Tiele op 3. We zijn weg met deze eerste semifinale bij de Supernational Plus. Boven de 2000cc. Wie heeft de beste start? De twee kenbanen naast elkaar met Christophe Becks en Steve Volders. En het is Becks, die aan de leiding gaat. Ik denk dat het heel goed is, altijd op een allemaal gelijke trui overlaat. Ik denk dat hij omreest. Oh, sorry. Dan zien we Stephanie van Lingen komen. Johnny van Schuurken. En Lieve. Wat er gebeurde daar? Ik moet dat de doorwetsverleiding natuurlijk. Wat is het voor de kinderen? Carambolage en pats boem bang voor Herman van Tiele in de Volvo, in de problemen hier op het einde van het rechte stuk. Stuk bij Brenda, maar denk ik de staap in de problemen. Die moet aan de kant. Seconden verloren. Dit is de weg. Zijn we weg.
Voor Johan Jacobs, zoals gezegd. Hermans vliegt er weer uit. Weer uit in de Berek-Loerbocht. En daar staat de escort voor de 11e. Daar hebben we Tonissen en Tom Meersen.